Inferno. Of Inferno, als ik het fout heb. Inferno. Rap act. Dus ik zou zeggen, bounce mee. Doe mee. Laat je van je beste kant zien. Ook al ben je niet voor die man gekomen. Chill gewoon. Geef ze die vibe. Mag ik applaus voor Inferno? Stellen. Jullie hebben bij binnenkomst allemaal een scheurkaartje gekregen. Jullie zijn ook jury, dat was ik even vergeten. Kijk, dat is een stembiljetje. Dus je plaatst een scheur voor je favoriete artiest. Twee scheurtjes is je kaart niet te verklaren. Ja? Dus één scheur, die is fout. Ja? Dus de jury bepaalt ook van, hé, diegene gaat door naar 23 juni, de finale in de grote zaal. En jullie bepalen wie de publiekswinnaar is. Ja? De scheur, ja, voor je favoriet. Hey, Inferno. Yo, bro. Los van dat het fire was, ik wil gewoon weten wie jij bent. Wat doe je naast het rappen? Ja, basically, als ik ben gewoon een rapper, producer, audio engineering, composer. A lot of things. Oké. Dus als hier mensen zijn die een beat willen, kunnen ze bij jou terecht? Ook. Oh. Hoeveel vraag je voor een beat? It depends. Weet je, op de beat is de value. You gotta respect the art. Oké. We gaan even naar onze beste man, Super Duper. Ik wil even horen in het kort wat je vond van de act van deze man Inferno. Dat is heel erg motiverend. Hij kwam hard binnen. Weet je, bepaalde punten. Dat is zoiets van. Ik heb eerst
stamina gewoon aan te houden, weet je wat ik bedoel? Je weet wel wat ik bedoel. En voor mij is het echt mooi. Ik doe het voor iedereen, weet je. Ja, toch?